Wat heeft u een mooie auto? Ja, dankjewel. Is die van uzelf? Die is van mezelf. Doe de zonnebril eens omhoog. Hi. Wat doet u zodat u deze auto kunt betalen? Dit is mijn hobby. Ik heb mezelf opgeknapt. Ik heb mezelf klaargemaakt voor redelijk weinig geld gekregen. Met motorschade en alles. Ik heb mezelf klaargemaakt. Het is altijd mijn droomauto geweest. Helemaal, dus ik neem aan dat je blij bent. Het is voor iedereen leuk. Echt, wij genieten hier natuurlijk ook van. We zijn heel lang druk mee geweest met onze 6 bestuursleden en veel vrijwilligers. Kijk, en als het plan dan goed uitrolt, ja, dan is het echt genieten geblazen. Wat mij opvalt dit jaar is dat jij ongelooflijk veel dure auto's hebt, grote auto's. Ja. Ik zie alleen maar Ferraris voorbij schieten. Ja, nou, ik moet je zeggen, toen wij 8 jaar geleden voor het eerst dit organiseren, moest ik echt aan mensen trekken om dus een rondritje met die kinderen te maken. Maar in de loop van de jaren is het spektakel groter geworden. En nu hebben we zelfs een stop, want binnen 3 weken zitten we echt vol met auto's. En het is een luxe probleem. We kunnen echt keuze maken om de auto's toe te laten. Mijn zoon gaat even meedoen. En waarom mag hij meedoen? Nou, omdat zijn dochtertje ernstig beperkt is. Zijn zusje. Zijn zusje inderdaad. En dan willen we hem een leuke dag bezorgen en is ons mooi gemaakt. En tot nu toe is het een hartstikke geslaagde dag. Maar is zijn zusje hier ook? Ja, zijn zusje is hier ook. Ja, die staat nu ergens. Die kreeg net de voeding. Maar die is niet in de gelegenheid om in de auto te gaan. Maar wat heeft zij? Ja, ze is ernstig beperkt. Ze krijgt gezonde voeding. Ze heeft een chromosoomafwijking. En door deze dag vergeet je dat soort dingen een beetje. Hoe oud is zij? Ze is 2,5. En hoe enorm heeft dat jullie leven veranderd? Ja, enorm. In allerlei opzichten. Normaal gesproken ga je zo weg. En nu is het nadenken, wat ga ik meenemen? Wat moet ik meenemen? Een simpel voorbeeld, ga je naar de winkel toe. En dan moet je een wagen moet je meenemen. Het is niet meer zomaar even in- en uitstappen. Het heeft een redelijke impact op ons sociaal leven ook. Dat is zwaar dus. Ja, dat is het inderdaad. Dat is het inderdaad. Maar nogmaals, als je zo'n dag hebt als dit, dan vergeet je dat even. Ja, we hebben het hartstikke leuk hier. Die kinderen die zijn dolblij. Ja, en als die kinderen gelukkig zijn, dan ben ik ook gelukkig. Nou, hoe leuk is het om even te racen hier? Ja, normaal... Veel mensen hebben vaak wel een leuke sportwagen, maar het is gewoon geweldig om eventjes een keer los te rijden. Een beetje vol gas te gaan, dus... En deze auto is niet van deze man, maar hij is van... El Giro Elia. Nou, super toch? Ja, lekker hard rijden de eerste keer, dus spannend. Misschien een vervelende vraag, maar wat heb jij voor ziekte? Mijn broertje heeft een ziekte. Die heeft een neuroblastoom, dat is botkanker. Dus op zich gaat het nu wel weer redelijk, maar jaren het ziekenhuis gelegen en dingen gemist eigenlijk als gezin. En dit is gewoon een dagje uit voor ons allemaal. Dus. Is dit een droom van de politieagent? Wel een beetje, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Wie rijdt er nou in een Ferrari, in een politie-Ferrari? Ja. Maar gaan jullie hier nou ook boeven mee vangen of is het voor vandaag? Nee, het is alleen voor vandaag. Alleen voor het evenement. Ludieke actie.
En ja, geweldig dat heel veel bedrijven hier aan mee hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Met name voor de kinderen. Ja, dat is fantastisch. Echt. Had je al eerder meegedaan? Ja, dat is voor mij het zesde jaar. En waarom doe je dat? Voor de kinderen. Gewoon het gevoel voor die kinderen en dat je een geweldige dag kunt bezorgen is fantastisch. Ik ga even naar het kind naast je. Ja. Ik moet even het raampje open. Hey, hoe is dat, politieauto? Leuk. Dat is wel heel stoer, of niet? Ja. De politieman wordt ongeduldig. Ga maar, veel plezier. Ja,